Wat andere films dan, dan kan ik er wel de hele tijd naar kijken. Hoef ik dat, ja. En dan hoor je ze uit. Nee, maar het past wel bij de stijl. Dat was het pas bij de stijl. Maar ja, vooral. Maar daar gaat heel veel mee om, hè? Met dat soort toneelfilmen. Ja, echt, dit, wat dit. Ik heb het weer getoond. Alors, on sait, salut, Ludo. Faut que je me rhabille. On a le temps, Charlotte. Jouw muziekje? Dat is Sylvie Vartan met This Boots Are Made for Walking in het Frans. Sylvie Vartan. Ken je die? Sylvie Vartan? Nee. Nog niet. Die was nou die dat was met Johnny Hallyday. Die was getrouwd met Johnny Hallyday. Een goede vriend van mij. Een goede vriend van jou? Die afscheid nam. Die durfde niet zich echt te tonen, maar wel. Wie was die jongen? Gaf het indruk. Maakte het wel indruk, die film, of wat? Waarom wil je dat weten? Nee, was er benieuwd naar. Oh, nee, nee. In Hongkong. Uit Hongkong heb ik het filmpje gedaan. Daar heb je hem zo gefilmd. Dus ik zit straks ook in zo'n filmpje. Op deze manier. Op die manier. Helemaal gewoon op de plaats, ja. Nee, gewoon wat vragen stellen. En die vraag heb ik uitgehaald, de antwoord heb ik uitgehaald. Van haar. Maakt niet uit wat ze zei in een film, maar is mooi tegen haar gewoon bewonderen, gewoon kijken naar haar. Die geloven en dat ook. Is het probleem was met de film van jullie, omdat de meisje is, vind ik vind het niet zo mooi dat te maken. Nou, dat is wel een beetje het waar. Nou, het is mijn persoonlijke. Dat is wel een beetje maar dat is persoonlijk. Dat is heel persoonlijk, maar ja, ik weet niet, ik vond haar gewoon. Ja, nee, wij hebben haar niet zo charmant. Restez seul avec mademoiselle Molière qui ne pouvait retenir ses larmes. Il la regarda un long moment sans rien dire. Et le regard de ses yeux bleus qu'il avait un peu gros. Heide van Doorn. Ja. Tot ziens. Oké, jij bedankt ook. Ik ga ook. Dankjewel. Hartstikke leuk. Bedankt dan. Ik zie jou weer. Nee, ik zie jou niet meer, maar tot ziens. Ja, deze mag je zelf halen. En deze kan je aan netje. Oké, ja. Dankjewel. Ze is heel kritisch, Paul. Ja, oké. Het was niet zo bijzonder. Maar wij willen de kritiek van Kant, niet de kritiek van kranten. Goed, zoals Jozef, nee. Zoals Jozef, je denkt, je praat gewoon over normale mensenleven. Dan zegt Jozef ineens, nou Hekel zei dit en Kant meent het zus. Ik hoef niet even te praten. Je crois qu'il est assez démontré que la représentation des passions. Het is ook de man. Oh, je gaat er niet vandoor, sorry. Ja, ongeveer. Ik ga bij een hand, ik dacht. Jezus, maar. Ontzettend leuk. Het théâtre purifie l'amour. À défendre qui n'est pas de toi, tandis que ce que je fais en ce moment. Tu me poses des questions et j'essaie d'y répondre le plus simplement possible, mais c'est mon deck. Die eerste deel was van deze tijd. Die tweede deel was. C'est à moi, c'est ce qui me passe par la tête. Au théâtre, c'est pas la même chose du tout. C'est ça. Dat waarom denk je, waarom wil jullie niet zwart doen? Heel te wel je jas aan doet. Interessant, hè? Maar goed, dat was. Wat laat ik zeggen? Parce que je parle. Oui. Oh, dat is die. Die is uit de handel. Hij is die heb ik graag. Dat is precies degene die ik toen moest denken. Een apotheek. Een apotheek. Grappig. Een apotheek.